als jullie Tessa's Insta-account hebben gezien, dan heeft Tessa ook al gezegd dat er wat met Maron is. En gelijk bij de eerste bocht zei ze al zo van oei. Dus ik dacht ook gelijk van oh nee, wat is er nou? Oefeningen we moeten doen is veel in de bak achteruit stappen, voltes maken, dat hij je moet volgen. Jullie willen ook allemaal dressuurvideo's zien, springvideo's. Maar als jullie dat snappen nu, dan kan dat niet. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is een ander soort video dan normaal. Zoals jullie zien zit ik in mijn kamer. En dat is omdat ik bij deze video geen paard of zo nodig heb. Want als jullie Tessa's Insta-account hebben gezien, dan heeft Tessa ook al gezegd dat er wat met Maron is. En ja, daar gaat deze video over. Er is namelijk wat met Maron en dat ga ik in deze video uitleggen. Het is best ingewikkeld. Dus ik weet niet helemaal 100% zeker. En sorry dat ik heel onduidelijk ben dan. Maar als jullie dan altijd vragen hebben, kunnen jullie altijd in de reacties nog zetten. En dan zou ik kijken of ik ze dan nog kan beantwoorden. En sinds kort, eigenlijk sinds vandaag, heb ik ook een Insta-account. Komt hier wel even in beeld. En daar ga ik gewoon foto's op plaatsen als ik een video heb gemaakt. Of als ik die dag iets leuks heb gedaan met paarden, als de video online komt. Dus volg die zeker ook even. Laten we dan maar beginnen. Een paar weken geleden kwam er een osteopaat bij ons langs. Want we zagen aan Maron dat er iets niet goed was. Dus we hebben een osteopaat langs laten komen. En het is niet echt een osteopaat, maar dan uitgebreider. Maar ik weet niet hoe dat heet. Als eerste moesten we een rondje met hem lopen. Even een stukje lopen en een rondje zo. En gelijk bij de eerste bocht zei ze al zo van oei. Dus ik dacht ook gelijk van oh nee, wat is er nou? En toen moest er nog een bocht lopen. En dan zei ze precies hetzelfde weer. En Maron maakte in die bocht niet de goede stappen of zo. Hij gebruikte zijn benen niet goed. En hij kon zijn evenwicht niet... verdelen. Dus hij kon zomaar even omvallen als hij te hard door de bocht gaat of zo. En ze hebben dan nog even wat meer oefeningen gedaan. En uiteindelijk was er uitgekomen dat hij ataxie heeft. En hij heeft een ataxische probleem. Een beetje laf uit te spreken. Maar dat is dus dat de signalen uit zijn hersenen niet goed worden doorgegeven of worden vertraagd. Net zoals bij die bocht, dan wordt het signaal uit zijn hersenen niet goed doorgegeven hoe hij zijn benen moet gebruiken ofzo. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik hoop dat jullie het een beetje snappen en ik zelf ook. Dit kunnen mensen hebben, dit kunnen honden hebben, kunnen alle dieren hebben. Er is wel wat aan te doen. Mijn moeder heeft laatst een verhaal op internet gelezen. En dat is een paard die had ook ataxie. En die paard had eerst ataxie. Je hebt allemaal standen. Ik weet niet hoeveel standen er zijn. En ik weet ook niet welke stand mijn hond heeft. Maar die paard had ataxie 4. En die is teruggebracht naar ataxie 1. Dus er kan zeker wel wat verminderd worden en ik weet niet zeker of het helemaal weg kan. Dat is ook nog maar de vraag. En er zweeft nu ook allemaal vragen in mijn hoofd. Die niet beantwoord kunnen worden. Zoals, zou ik ooit op hem een keertje kunnen springen? Ik weet niet of hij een keer kan springen. Want als hij dan voor de balk ook die signalen niet goed wordt doorgegeven, dan kan springen nog best gevaarlijk zijn. Vooral als je erop zit. Voor oefeningen we moeten doen is veel in de bak achteruit stappen, voltes maken, dat hij je moet volgen. Gewoon oefeningen over balkjes heen lopen. Gewoon oefeningen om zijn spieren sterker te maken. Want hij is heel erg slap. We moeten elke dag 20 minuten in de bak dat doen. Mag niet langer.
Je mag ook wel een keer een dag een buitenrit maken, maar dat mag ook niet langer dan 20 minuten. En ik mag er wel op zitten, maar alleen stappen. Niet draven of zo. En in de bak ging hij altijd ook, als ik dingen vroeg of hij dat moest doen, dan deed hij dat niet. En ik dacht altijd dat hij dat niet deed omdat hij er geen zin in had. Maar hij deed het gewoon niet, omdat hij het gewoon niet kon. En dit zijn nu een paar weken aan het doen. En ik merk wel dat dat beter gaat. En ik kan ook niet dus in de bak dressuren. Ik mag niet in de bak rijden. Voorlopig niet. Ik mag niet draven in de bak, galopperen, niks. Ik mag niet op een zit op de bak. Jullie weten nu ook een beetje wat aan de hand is met hem. Ik hoop dat het echt wat duidelijk is voor jullie. En als het niet is, kan jullie altijd nog even in de reacties dingen vragen. Wat jullie nog willen weten. Jullie willen ook allemaal dressuurvideo's zien. Springvideo's. Maar als jullie dat snappen nu, dan kan dat niet. In ieder geval voorlopig niet. En misschien, ja, sommigen ook niet. Dus wat voor video's zouden jullie wel willen zien? Bijvoorbeeld, ik zou een keer kunnen filmen hoe ik hem train. Dat zou ik kunnen filmen, maar meer weet ik eigenlijk ook niet echt. Wat voor video's ik kan opnemen met hem. Als jullie nog leuke video's ideeën weten, zonder te springen, te dressuren, laat dan ook even in de reacties weten. Dan weet ik in ieder geval weer video's ideeën. Ik hoop dat jullie nu wel een beetje snappen. Jullie kunnen allemaal in de reacties zeggen. Wat ik nu al onderhand 3 keer heb gezegd. En volg mijn Insta-account ook nog even alsjeblieft. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!